vind ik. Hi, ik ben Roy Lichtenstein. Ik ben een New Yorkse pop-art kunstenaar. Ik gebruik afbeeldingen uit de populaire cultuur, zoals plaatjes uit reclamefolders en stripverhalen. Ik kopieer deze zo nauwkeurig mogelijk zoals ze zijn, maar dan heel groot, met dikke zwarte contouren. Ik vind het altijd wel leuk, weet je, die ouderwetse strips met die kleuren. En het maakt die toch vrolijk, terwijl het toch over allemaal pistolen en zo ging. Maar ik hou niet echt zoveel van schilderen. Het valt me ook op dat ze een stukje zijn. Dat het museum heeft bijvoorbeeld die drie gekocht, dat er ook een heel blad van is. Inderdaad, en die strip heet All American Man of War uit 1962. Dit is nummer 90, getekend door comic book artist Jerry Granny Natty. Ik heb drie plaatjes uit dit stripboek gekopieerd en opgeblazen tot groot formaat. Zelf moet je zeggen dat je een foto van een stripblad hebt gemaakt. Ik gebruik de kleuren rood, geel en blauw, vaak met dikke zwarte lijnen. Ook zie je de zogenaamde raster dots, waardoor mijn schilderijen die typische striplook krijgen en eruit zien als drukwerk. Als je dichtbij stond, dan zag je die stipjes heel goed. Als je ver weg stond, dan leek het net of het de zon op één kant schijnt en dat de andere kant schaduw was. As I opened fire, I knew white text had was. De tekst ging over dat hij dacht dat zijn vriend Tex hem had verraden, maar dat hij wist dat dat niet kon zijn, omdat als hij dat wel had gedaan, dan zou de vijand gewaarschuwd zijn dat mijn schip onder hun was. Het is iets bijzonders, dus dat je eigenlijk bij alles kan zeggen dat iets kunst is. Je hoeft het alleen maar te zeggen.